Nou, we hadden een plan dus met de Grand Prix MX3 opbouwen. En dat hebben we op dit moment dus afgesloten. En we hadden al een plan om de European Motocross of Nations te organiseren. En we konden in onderhandeling deze wedstrijd krijgen in Markelo. Dus daarom deze kroon op het werk. Nou, het is inderdaad anders organiseren. Wij willen natuurlijk dezelfde standaard organiseren als de MX3. Maar wij doen dus nu niet met Ustream. Ustream heeft wel de zeggenschap over de kalender. Dus die ging ook mee akkoord dat wij deze wedstrijd organiseren. Maar dus de pitlane bijvoorbeeld, die neemt Ustream niet mee. De podium neemt Ustream niet mee. Hoe gaan we dat doen om hetzelfde te brengen? Dus we hebben zelf een pitlane aangelegd met allemaal boxen. Er worden allemaal 11 dezelfde tenten boven gezet. Die hebben we aangeschaft. Koop elk tentje krijgt ook zijn scherm. En alles gaat maar door, dus het ziet er niet anders uit als een MX3 wedstrijd. Dus wij doen alles op onszelf, maar we hebben dezelfde wedstrijd en dezelfde allure. Nou, we hebben een gesprek gehad met Giuseppe Longo ook weer in Lierop over volgend jaar. We staan inderdaad op de kalender. Onze ambitie is inderdaad niet organiseren van de MX3 volgend jaar. Maar we blijven altijd in gesprek met Ustream. Misschien komen er veranderingen dat wij wel weer geïnteresseerd zijn, maar op dit moment niet. Omdat de combinatie MX3, dames en dergelijke en de hele opbouw van het is niet gegroeid, het kampioenschap, zat voor ons geen meerwaarde in. En wij zijn toch ondernemend en willen internationaal blijven organiseren. En voor ons is volgend jaar de MX3 niet interessant. Nou, we hebben een plan ingeleverd met de KNNV voor een meerjarenplan. We hebben nog niet exact, want de KNNV maakt pas in het najaar bekend van wat we gaan doen en dergelijke. Maar we zijn bezig van, het mag zijn een ONK solo, ONK zijspan KNNV. En op de duur zijn we geïnteresseerd in een zijspan motocross. En op de achtergrond zijn we met meer dingen bezig. Ik vind de selectie perfect. Het is voor mij de best mogelijke selectie denkbaar, zoals Leon Giesbus ook in elkaar heeft gezet op dit moment. Mark de Reuver is in goede vorm. Klein Koldenhoff is een talentvolle rijder. En Cyril Klein Kromhoff, die heeft gewoon de hele jaar Grand Prix gereden en altijd mee gedaan voor de puntjes. Altijd een moeilijke keuze om een team samen te stellen en zeker een bepaalde selectie voor een bepaalde landenwedstrijd of EK of WK-wedstrijd. Zeker na de blessures die er het afgelopen jaar zijn geweest met Glenn Koldenhoff, Herjan Brakke en nu met Jeffrey Herlings, is het altijd een moeilijke keuze om toch een zo goed mogelijk team samen te stellen. En ik denk dat we met dit team toch een potentieel team hebben wat zeker een podiumplaats en misschien ook wel voor een overwinning zou kunnen gaan. Ja, de overwinning hebben we gepakt, ook op een harde baan. Dus ik denk dat deze groep rijders die geselecteerd zijn en Herjan Brakke als reserverijder. Ik denk dat alle vier rijders zijn die ook op een harde baan goed uit de voeten kunnen. En dat voor hun helemaal niet uitmaakt of het nu echt een diepe zandbak is of een iets hardere baan. Maar ik denk dat we wel dat het absoluut een voordeel zal zijn dat de wedstrijd in Markelo op het einde van het jaar verreden wordt. Na de vele regenval van afgelopen weken zal het circuit toch wel een stuk anders zijn als de laatste jaren tijdens het Europees kampioenschap en de MX3 WK. Zeker. De afgelopen jaar hebben we in Oekraïne de titel binnengehaald en daar hadden we gehoopt op een podiumplaats. Daar gingen we gelukkig met de titel naar huis en wat we echt helemaal niet verwacht hadden. En zeker die insteek is voor dit jaar precies hetzelfde hier in Markelo. We hebben afgelopen week in Delfzijl een tweedaagse teambuilding stage gehad.
waar het gevoel heel goed was bij de rijders. Ondanks het slechte weer wat we daar gehad hebben. Maar zeker, ze hebben alle drie een goed gevoel. Vanmiddag gaan we nog even gezellig met z'n drieën rijden. En in ieder geval om een goede teambuilding te hebben. En dat we goed voorbereid zijn om volgende week hier volle bak er tegenaan te kunnen gaan. Ja, in principe ben je een team tijdens die wedstrijd. Normaal, die jongens zien elkaar natuurlijk het hele jaar op het WK ook. En die werken in hun eigen team dan het hele jaar. Wat voor ons belangrijk is, was om niet op zaterdagmorgen hier naartoe te komen of op vrijdag. En ieder doet zichzelf. Voor ons was het belangrijk dat die jongens goed met elkaar omgingen gaan. En in ieder geval, als er een startplaats gekozen moet worden, dat het in overleg gedaan wordt. En dat er ook het heel weekend in overleg gereden wordt. Al zou er een probleem zijn of wat dan ook. We zijn hier een team en we proberen alle drie de rijders gewoon voor het maximale resultaat te gaan. Nee, niet echt. Iedereen heeft zijn eigen training en zijn eigen dingetje wat ze doen. Dus dat blijft ook gewoon hetzelfde. Daar zijn ze het hele jaar mee bezig geweest. Het enige belangrijke was wat ik al aangaf. Vorige week in Delfzijl hebben we die teambuilding training gehad. En zo gaan we vanmiddag ook nog even met z'n drieën op pad. Ik denk dat de maximale voorbereiding is wat we konden doen. En wat we kunnen doen. En ik denk dat we daar mee genoeg hebben gedaan. En dan hopelijk een heel leuk en een gezellig en een goed Ja, klopt. Ik ben eigenlijk het hele jaar geblesseerd geweest met mijn voorste kruisband. En heel hard aan het trainen geweest om terug te komen. Leek allemaal heel goed. Ook nog overstap gemaakt naar de MX1. En daar had ik wel vertrouwen in. En in Emmen ging het eigenlijk heel goed. Derde tijd. Een tijdje op kop gelegen. Maar toen de sloot ingereden en uitgevallen. En tweede maandje wat foutjes gemaakt. Maar toch wel tevreden. En in Lierop eigenlijk ook niet helemaal tevreden over de tweede manche wel. Maar ja, toch een beetje, ik denk, geen wedstrijdritme. Maar toch ook wel, ik denk, laten zien wat ik in huis heb. En toen de laatste GP, afgelopen week, niet meer de weekend ervoor in Italië, ging het eigenlijk allemaal gewoon goed. Ik had heel lang niet op het hart gereden. Pas toen was de eerste GP in Bulgarije was voor het laatst. Dus ik mocht niet klagen, hele zaterdag toch gewoon lekker erbij met de tijden. In de kwalificatie heat ook goed naar voren gereden. En op zondagochtend in de warming-up, ik zet in de laatste minuut nog even een rondje aan. En mijn motor glijdt achter iets bij en ik spring er vanaf, ik maak een koprol. Alleen ik denk net iets te ver dubbel en ik blesseer mijn rib. Eerste moment dacht ik dat hij gebroken was, maar voor de zekerheid even wat foto's gemaakt in het ziekenhuis. Maar er was niets aan de hand. Niets gebroken, zeg maar wel gekneusd. En nu heb ik even een weekje rust moeten nemen. En morgen gaan we weer proberen met de motor te rijden.
Ja, zeker. Ik ben hier wel, maar ik vind het niet echt superleuk om hier te zijn of zo. Ik ben reserverijder en ik had toch wel graag zelf willen rijden hier in Markelo. Maar ja, ik begrijp het ook wel. Ik kom terug van een blessure. Als alles mee had gezeten, had ik misschien wel bij deze drie rijders gezeten. Maar nu ja, moet ik toch ook misschien blij zijn met selecteren voor als reserverijder. Maar ja, je bent natuurlijk wel. Ik ben wel een sportman en vind het natuurlijk niet leuk om zo langs de kant te staan. Ja, voor mij het is natuurlijk nu even moeilijk. Het enige wat ik eigenlijk nog heb is het ONK in Harfst op 17 oktober. Daar wil ik gewoon heel graag toch nog een keer schitteren, zeg maar. En daar ga ik nu naartoe werken. Ja, misschien gebeurt er nog iets en kan ik in Markelo rijden, maar dat gun ik natuurlijk geen een van de rijders. Dus de komende weken zal het gewoon hetzelfde als anders zijn. Hard trainen en uitkijken naar die ONK in Harfsen. En dan even winterstop nemen. Even een paar weken rustig aan. En dan weer beginnen voor volgend jaar. Wat het precies wordt, kan ik nog niet zeggen. Ik weet wel dat ik sowieso MX1 ga rijden. Maar over teams of iets dergelijks weet ik nog niet. Mijn doel is om het ONK te gaan rijden en het WK MX1. Ik denk toch dit jaar niet veel kunnen rijden en ik wil toch nog wel proberen iets te laten zien daar. Ik denk voor het podium sowieso. Maar deze baan is altijd een aparte baan eigenlijk. Dus iedereen, te zeggen ze van ja, het is best wel zand, het is niet zand, het is wel zand. Het is altijd een beetje een harde ketsenbaan. Achterin ligt het redelijk zwaar. Maar toch, hoe verder je naar voren komt, hoe harder het wordt. Dus het zal voor de buitenlanders ook zeker niet een heel erg zware zandbaan zijn. Ik zou er zeker goed uit de voeten kunnen. Maar als ik de selectie zo bekijk, met Mark Dreuver, Koolhof die goed in vorm is. Cyril Klein-Kromhof die denk ik nog erg gemotiveerd is om hier vlakbij huis een goede prestatie neer te zetten. Ja, kunnen ze misschien voor de overwinning, maar zeker voor het podium rijden.